Hele goedenavond allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag 25 oktober. Het is nu bijna 6:15. Bijna. Mijn naam is Karen Staalman van de Werf. Mijn man heet Roderick Staalman van de Werf. Voor de nieuwe onder ons die net zijn geabonneerd op ons YouTube kanaal. Wij gaan wat leuks doen. Wij gaan lekker uit eten in Gouda. En wij nemen jullie gewoon gezellig mee. In 2014 heb ik deze en bij de Zeeman gekocht. Deze panty heb ik en bij de Primark. En deze hakken pumps heb ik ook en bij de Primark. Ja. Zo mensen, we zijn op het adres beland. En geen aanbeland, nee. Ja, we gaan het nu richting die kant oplopen. Het is in Gouda, het is op een industrieterrein niet. Maar het is... Bij allemaal woonwinkels. Gamma heb je hier. Achter mij. Nee, ik word daar niet voor gesponsord. En deze Pasen gebouw, deze. Daar is het. Denk ik toch ergens. Ja, Paas. Daarnaast. Oude Pink Plaza, Carpet Ride, Bruinzeel Keukens. Het is wel frisjes, maar we zijn toch zo meteen binnen. Pronto. Ja, pronto wonen, ja. Oké, voor de mensen die hier nog nooit komen, wij dan nog niet. Dat is blauw, dat is Borden. En daar is allemaal groen, dat is Borden. Nou, dit is dus de wok. Staat hier ook, wok. Allemaal vruchten, dat is lekker voor jou. Yummy. Lekker. Kijk, bordjes, mooi groen. Mi. Kijk, lekker. Mooi en mooi marmer trouwens, zeker goed. Mm-hmm. Ja, marmer. Kijk, deze meneer en die doet het goed. Lekker vis. Ook goed. Vis toch, of niet? Ja, kip. Vis weet ik het. Ik vind alles prima. Ja, en hier kun je inderdaad pizza vragen. We gaan even een rondje doen voor jullie. Hier kun je dus nasi. Kijk, zoetzuur. Ik zal even in. Kijk schat, eet smakelijk. Zoetzuur. Nasi met iets. Wat weet ik niet. Nou, dan hebben we hier dus weer borden. Daarom dat ik ook eerst eventjes een rondje wou maken met jou. Kijk, spekkie, ja, schat. Kroephoek. Ah, lekker vis. Dat is lekker. Kijk, schat. Weet je wat ik nou zo leuk vind? Dat is dit. En daar heb je witte chocolade. Nee, dan moet je het wel hier doen, hè? Dan moet je het wel hier doen. Lekker, hè, schat? Ja, nou, dat is rood. Nou, dan hebben we hier weer borden. Kijk, olijfjes. Kijk, heel netjes trouwens, hè, hier. Kijk, garnaaltjes. Ook lekker voor mij zometeen. Strakjes. En vis. Oeh, kijk. Dit is in de. En dit is zeker in de sushi gedeelte. Ja. En drinken, dat kunnen we ook zo pakken, hè? Dat is lekker. Wat is het idee? Ja, ik hou rekening met anderen hier. Sommigen willen niet gefilmd worden. Zeg ik, ik hou rekening met anderen. Ja, sushi gedeelte. Oh, en dit is zo lekker. En straks. En dan gaan we richting het dessert.
En dan gaan wij ook even kijken wat ik ga eten. Nou, hier waren we dus net ook al. Bij de chocoladefontein. Zo, ik heb mijn voetjes op en op foto. De chocolade, dus hier. Is dat chocolade? Kijk. Kijk schat, allemaal chocolaatjes voor jou. Slagroomsoesjes. Slagrooms, ja, daar, en daar zit weer slagroom in, hè? Melk. Ziet er wel voortreffelijk uit, hè meneer? Ja hoor. Dat dacht ik. Kijk schat. Je kan zelfs ijs maken. Alleen je moet niet spelen. Nee, ja, daarmee. Zo, en Rodi heeft een ijsje voor hemzelf. Dat is zo leuk. Rodi heeft een ijsje voor zichzelf. Nou, dan ga ik nog eventjes een beetje door. Dan hebben we aan weerszijden dranken. En dan komen we hieruit. Kijk, allemaal dranken, 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 dranken. En dan komen we dus weer hieruit. Bij de ijs. Kun je ook zelf ijs scheppen. Je kan zelf ijs scheppen. Ja, nou ik ga ook wat pakken. Zo, garnaaltjes, sushi, 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 sushi. Eitjes, iets van vis en een haringje. En een spekkoekie. En jij hebt alles al gepakt en je hebt niet eens even geduld. Nee. Ik heb een pak hier. Dat is alle twee. Ja, ja. Maar dat kan ik niet hebben, want dit is melk. Dat is te zoet voor mij. Maar mag ik ook een chocomel? Gewoon even één. Ik pak er maar eentje voor jou. Ja, is goed. Ja, super. Nou, Rodi heeft ook wat gehaald. Alleen hij vindt het moeilijk om even te wachten. Maar wat heb jij gehaald? Probeer even duidelijk te praten, want dan zie je nogal rumoerig. Kipnuggets. Ja. En een kipnuggets ook. Een kaassoufflé mini. Ja. Wat van die aardappeltjes. Ja. En drie bitterballetjes. En een broodje met kaas, stokbrood, lekker. Eet smakelijk. Maar dit smaakt ook goed hoor, garnalen. Ah. Nee, is lekker. Nou, bijna mijn potje leeg. Ja. Roos moet even drinken voor mij halen. En zometeen even... ik denk als ik dit aardig leeg heb, even kijken voor een voor even de bok. Even weer wat, vlees. En dan, tonic. Ik hoef weer tonic. Gewoon water, of is dit water? Tonic. Dit is, en dat is gewoon, wat is... Een beetje citroen smaken. Ja, maar ik vroeg om bruiswater. Dit bruisje, nee, dat is tonic. Gewoon normaal water met bubbeltjes. Dus dat is spa rood. Hebben ze wel. Hebben ze wel. Waarom? Ik ga zo even kijken. Mannen, hè, ja, heb je niks aan. Ro, die heeft alweer nog een andere ronde. Wat heb je nu allemaal? Ik hoop dat het kip is. Ja, kip. Varken. Maar een vetspek. En kroephoek. Maar weet je wat het ook eigenlijk is, kroephoek? Garnalen gemaakt. Ja. En van vis. Dat is hier staat. Ik wil heel graag eigenlijk een lekkere
lekker vleesje. Maar ja, iemand met een maagverkleining, die moet gewoon geduld hebben, net als ik. Ik weet niet of jullie me horen, maar anders schrijf ik het nog wel even onder en anders doe ik nog even een audio. En ja. Dus nee, ik heb dat nog. Deze bord is voor mij. Deze twee bordjes zijn van Ro. Die ook nog. Dan heeft hij hier ook nog weer wat lekkers. Hoppig. Ja, je zei van ik ga eventjes mijn handen wassen. Je blijft weer lekker lang weg. Ik denk, nou, misschien haal je ook wel wat drinken voor mij gelijk op. Ja, nee, ik ga zo meteen wat vlees halen. Wat heb je? Gevulde eieren? Nou ja. Gevuld. Kaas en feta, volgens mij zoiets. Ik kan niet helemaal thuis brengen. Maar wel lekker. Mooi. Nee, dat zeg ik. Iemand dus met een maagverkleining zoals ik. Ja, het is leuk uit eten, maar ja. Je moet heel veel geduld hebben en gelukkig heb ik dat. Hè, schat? Ja. Ben je er blij mee dat ik heel veel geduld heb met mijn maagverkleining? Dat is toch mooi. Wel, hè? Geduld is gewoon een zaak. Hè? Geduld is gewoon een zaak. Ja, maar met een maagverkleining moet je wel gewoon heel veel geduld hebben. Vooral met het uit eten gaan. Heb jij nou ook een maagverkleining en heb jij zoiets van, hey, hoe doe je dat? Schrijf het eventjes en ik kan je altijd misschien wel een tip geven. Wie weet. Nou, ik heb lekker mais al. En dan ga ik een paar lekkere champignonnetjes erbij pakken. Eén champignon. Dat is twee champignon. Nou ja, drie. Hier zitten er twee aan, dus dat zijn er vier. Vier champignon. Oh, sorry. Nee, ga je gang, ga je gang. Ik ben toch gelijk aan het vloggen, dus... Oké, wat ga ik nemen? Even kijken. En een beetje broccoli. Broccoli, zeg ik heel goed. Ik hou van gezond, zeg maar. Schat, biefstuk. Biefstukjes. Hè? Huh? Wat? Ik ga het van Jackie hier voor mij. Zo. Maakt het ook nog uit waar? Dit is zeker daar. Ja, oké. Okay. Maar we willen. Oké. Okay. Nummer 6.
Ketchup saus, 4. Het is gelijk om even af te wassen wat ze nu gelijk doen. Dat is lekker warm, ja. Nou, dat eten is dus nog niet van mij. Hè? Huh? Ja, joh. Een beetje een sensatie. Dat snap ik. Eet smakelijk. Nee, dat is. Hij is al bij je collega geweest. Dit willen de mensen zien, hè? Kijk, en ik heb toestemming dat ik dus hier mag vloggen. Dus... ja, 4. Ja. Dat is namelijk iets van heet vol, hoop ik, volgens mij. Ik heb saus. Erbij? Ja, lekker. Er zit al vuurtje erbij. Ja, lekker. Hartstikke idee. Ja, dankjewel, Messi. Kijk. Lekker. Top. Zo, jij hebt een biefstukje? Ja. Met? Ah, oh, biefstuk. Met niks. Nou, en ik heb dit. Lekker. Dat is mijn favoriet, champignons. Ik ga nu even lekker veel champignons pakken. Ik kan lekker wel. De nootjes. Die waren ook erg lekker, mijn nootjes. En nou zijn mijn ogen groter als mijn maag, dat weet ik nu al. En ik ga toch weer voor de biefstuk. Ik ga toch weer voor de biefstuk.nl. Zo, had ik nog wat? Nee, hè? Nee, dat was hem. Leuk dat van? 4. Nog meer. Ah, ik vind het wel grappig, jij? Er wordt gewoon voor je en gekookt. Ja, gekookt en dan gebakken. Ja. Ik vind het gewoon lekker, ja, dit. Jij nou dan? Oh, kleiner maken zo. Oh nee, los van elkaar. Ja.
Dit wordt een beetje eentonig voor de kijkers, denk ik. Okay. Huh? Iedere keer weer een nieuw gerecht. Ja, bijna wel. Nee, maar ik ga mijn ontslag indienen, Roland. Allemaal mooie bordjes. Op een rij. Ja, en ik heb nootjes en dus dat gaat helemaal vlam in de pan. Slip. Oh, dat ruikt lekker, schat. Oeh, lekker. Saus. Zo, lekker. Mooi vlammetje, jongen. Mooi vlammetje. Ja, lekker. Ja? Ik heb nog heel veel, hè? Kijk. Ja, dat wil ik. Ik heb nog veel. Dankjewel, jongen. Merci. Ja, het is nu 9 uur. Het raakt aardig leeg hier. Ik heb nou net om een doggybag gevraagd. Want ja, hè, een maagverkleining, dan hou je dat. Eentje die praat alleen maar Engels, dus dat moest eventjes in het Engels gevraagd worden. Die heeft dus iemand anders weer gevraagd die ons dus ook onze tafel aan heeft gewezen. En die wist ook niet en wat een doggybag was. Dat is leuk. En ja, nu heb ik toch gewoon een bakkie. Dus als je vol zit, kan je dus gewoon een doggybag vragen. Dus een bakje dat je dus mee kan nemen naar huis. Helemaal top. Dus nou ja, dit nog eventjes. En dan mag ook nog dat mag lekker eens opeten. Dat ga ik niet opeten. Dan ga ik nog, heb ik nog nou ja, een uurtje of zo ervoor. Dus komt wel goed. Ja, zijn we dus binnen en we komen via hier. Drinken. Vis. Hier behoorlijk op. Zo kun je dus helemaal rondlopen. En daar
ga je dus hier weer langs. Aan de overkant toetjes. Nogmaals even langs. En dit blijft mooi. Nou, en hier gebeurt het allemaal vandaag met bakken, koken. En dan hebben we hier dus nog kids. Pizza Europa keuken. Amerika grill. En dan hebben we dus hier nog Chinees. Lekker pittig. Ketchup, curry, knoflook, saus, frietsaus. Dan hebben we hier nog soepjes, kaasbroodjes. Allemaal soorten dingetjes. En daar heb je dus weer borden. Daar heb je borden. Je hebt alles wat iedereen wil. Kijk, bok. Daar heb je dus een heel groot zitgedeelte. Daar heb je nog kinderen. Het is hier wel lekker fris. Kijk. En dat is dus hier dan, om de hoek. Dan heb je heel mooie zitgelegenheid. Heel mooi hier. En zo ziet het er een beetje uit van deze kant. En daar zit mijn mannetje. Zo, we zijn klaar met eten. We gaan dus nu weer lekker naar buiten. Het is hier zo warm. Maar ik vind dit wel heel mooi gedaan. Mooi piano. Heel mooi. Er is een lift. Ja, en er is ook inderdaad een lift. Dus voor de mensen die minder valide zijn, dan kun je dus inderdaad met een lift, hoef je ook dus niet met een trap. Zo, hi. Hi. Ja. Vanavond nog. Zo, dat zeiden we allemaal in koor daar volgens mij. Nou, we zeiden dus nou net van goedenavond. En de heren daarachter, die zeiden allemaal in koor ook goedenavond terug. Maar dat zeiden ze dus dat het ingestudeerd was. Right. Maar oké, okay, maakt niet uit. Wij gaan nu weer naar de auto. Het is nu klokslag bijna 9:45. Ik heb nou een lekker pepermuntje nog in mijn mond. En dan gaan wij weer richting huis. En dat heeft voor mij heel lekker gesmaakt. Voor jou, schat? Ja, prima. Mooi. Ik voel me nog niet helemaal lekker, maar dit konden we gewoon even niet laten.